Welkom bij het Vijfde Stadscafé. Wij, bewoners, Deventeraren, doen het zelf. En dat betekent dat de toekomst ook niet meer van de bestuurstafel komt, maar van de keukentafel. Een eenpersoonshotel in leegstaande brugwachtershuisjes. Een stadstrand, een wijkonderneming, een pop-up stadslab en een groene slinger van bomen door de stad. Een greep uit de oogsten van de bijeenkomsten van de spontane stad. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de provincie Overijssel in samenwerking met de Overijsselse architectuurcentra en lokale partners. Het doel van de spontane stad is dat bewoners en gebruikers zelf verkennen waar de behoefte aan is in hun stad. Samen met de gemeente, provincie, banken, onderwijsinstellingen en ondernemers gaan ze aan de slag met maatschappelijke vraagstukken. De provincie vindt het belangrijk om dit soort initiatieven te stimuleren. Overheden moeten niet meer bepalen, maar faciliteren. In betrokken bewoners geldt een enorm potentieel. Minder overheidsbemoeienis. Of je zou kunnen zeggen, zouden we naar een stad toe kunnen zonder enige overheidsbemoeienis? En we redden het als overheid, en dat was mijn punt, niet alleen. We hebben u allemaal hard nodig. We willen de verbinding faciliteren. Waardoor de dialoog op gang komt rondom het leefklimaat in de stad. Zodat de goede crossovers ontstaan en nieuwe initiatieven opbloeien en gerealiseerd kunnen gaan worden. Dit café is daar een mooi voorbeeld van, want daar heeft de provincie natuurlijk ook in meegedacht en meegedaan. Als één van de partijen. Ik denk dat we het veel vaker moeten gaan doen, want dat hoorde ik. En ik vind het erg leuk zoals iedereen met elkaar in gesprek is en hoe het ook opborrelt aan ideeën. Wat wij willen is een dynamiek op gang brengen, een beweging in de steden. Dat je ook met elkaar gewoon de ruimte krijgt, dat van onderop echt de ruimte krijgt om met ideeën te komen. En waar wij dus ook echt naar luisteren en wij zoeken ook naar die ideeën. Wij willen niet alles zelf bedenken, we willen juist dat het gedragen wordt door de inwoners. En daar ook met elkaar te gaan kijken, kunnen wij helpen om dat vorm te geven. Dat doet de gemeente en dat doen wij. Dit is verveer, onze lucht. Bel, mail, ik zet mijn eigen netwerk in. Ja, misschien nog WhatsApp. Wat jij doet.